En toen was hij daar opeens. Daar Prachtig. ben ik. Nou, Ja. Ja. wat fijn u te zien, meneer Glaser. En wat fijn dat u mee wil werken aan Ja, dit oké. interview. Nou, voor de mensen die u nog niet kennen. Kijk, u stuurde mij dit boek op, Help Conflicten. En u bent bekend als het gaat om de escalatie. Ja. Trap. Ik moet u wel vertellen, en dat weet u misschien zelf ook, als u op uw naam googelt en u tikt in Ah. escalatietrap, dan komt er altijd escalatieladder voorbij. Dus laten we nou Ja, dat is. voor eens en voor altijd even verduidelijken dat we het hier hebben over een trap en niet over een ladder. Daarom heb ik dat in het artikel dat ik u ook stuurde, Ja. ook aan het begin nog een keer met klemtoon gezegd. Ja. Want dat is een heel ander archetypus, ja? Dat is een heel ander oerbeeld, of het een ladder is of een trap. Ja. Ja. En het deed mij plezier dat ook in dat wat u nu gestuurd had, alsmaar heel fijn, heel braaf van trap sprake was en niet van de ladder. Want dat is heel gek, dat is in Nederland alleen gebeurd met mensen die over dat model geschreven hebben. En velen citeren alleen maar dat wat anderen daarover geschreven hebben en niet de originele bron, hoewel die al lang bestaat. In het Nederlands ook. Ja. De reden dat ik Ja. interview, om te kijken wat is er in en om het onderwijs wat interessant is voor mijn leerlingen. En ik denk dat die conflicttrap, kijk, je krijgt op school krijg je Nederlands, Duits, Frans, wiskunde, Ja. maar dat zijn niet altijd de essentiële zaken in het leven. Ze zijn belangrijk in het leven, zeker. Maar als je nou kijkt, wat zijn nou echt dingen om te overleven in een maatschappij? Is dat niet wiskunde tot op het hoogste niveau kunnen? Maar dan is het bijvoorbeeld, hoe ga je om met conflicten? Iedereen komt in zijn leven in een conflict. Daar ontkom je als mens eigenlijk niet aan. En hoe ga je daar nou mee om? En ik denk dat er heel veel leed bespaard zou kunnen blijven in de wereld. Als men nou eenmaal wist hoe je daarmee omgaat. Maar het is geen issue op school. Daarom dacht ik, nou, ik schrijf de heer Glaso aan en dan gaan we eens kijken. Hoe kunnen we dat nou in een school brengen? Hoe kunnen we het nou bij de mensen brengen? Dat is ook mijn doel eigenlijk. Nou, vind ik het nu een mooi moment om dan dat model eens onder ogen te nemen en te bekijken en te kijken of we dat kunnen toelichten. Hè, zodat we in ieder geval een standaardwerk hebben waarin professor Glassel zelf in het Nederlands vertelt. Hier gaat het over. Dit is de meest simpele, zonder commentaar van. Ja, dat zijn gewoon de hoofdlijnen. Ja, de naam van elke trede. Ja. Ja, misschien kunnen Is we goed, hier ik kan aan de hand. Ja, het ik kan aan rijden. de hand stappen, maar het moet toch beknopt zijn, hè? Ja, precies. Ja. Goed. Trouwens, wat er links aan de kant staat. Rationele fase, emotionele fase, escalatiefase is niet van mij en is ook niet juist. Oké, nou is Dat het maar heeft er iemand toegevoegd die dacht dat hij mij begrepen had. Oké, het is goed dat we Nee, dat even vaststellen. ik spreek over drie hoofdfases. Dat Ja. klopt wel zo. Die blauwe boven, 1, 2, 3. Ja. Hoofdfase 1, waar de mensen die in het conflict partijen zijn, het conflict zo waarnemen dat ze toch nog menen, er zou een oplossing mogelijk zijn die voor beide kanten of voor drie of vier kanten bevredigend is. Eigenlijk win-win. Ja? Ja, Dat precies. is wat ze subjectief menen. Ja. Ja? En dus hebben nog steeds het hoop na, als we weer goed aan de praat zijn en Ja. ophouden met debatteren en met polemiek enzovoorts, dan vinden we een oplossing voor het probleem waarover conflicten ontstaan zijn. Wat rood hier staat, dat is de tweede hoofdfase, waar de conflictpartijen subjectief menen, als ik iets win, betekent dat dat de andere kant wat moet verliezen. Die moet wat toegeven. Ja? Win-lose. Maar dat is een subjectieve interpretatie. Objectief bezien
is het nog steeds mogelijk dat beide kanten win-win boeken. Ja? Maar zij nemen het zo waar. Ja. Oké, ik zal mijn eigen belangen doordrukken enzovoorts, dan moet de ander wat verliezen. En omgekeerd ook. En dat wat u zwart hebt staan, daar menen de partijen subjectief, dat is alleen maar lose-lose. Ja? Daar is niets, er valt niets te winnen. En ook daar is het zo dat het nog steeds mogelijk is dat als de mensen weer aan de onderhandelingstafel gaan zitten wat internationale conflicten betreft, ja, want 7, 8, 9 zijn die drie zwarte daar, ja. Want dat is bijvoorbeeld het geval met Oekraïne, Rusland enzovoorts, né? Of daar zijn beperkte vernietigingsacties geweest, maar nog niet de vernietiging, de totale vernietiging van de vijand. Dus er zijn interventies in Minsk, conferenties en dergelijke. Kun je niet toch een oplossing vinden waardoor het winst daarin bestaat dat je niet zoveel mensen verliest en die schade hebt en je internationale reputatie kapot gaat enzovoorts. Ja. Ook al moet je op het een of ander punt misschien wat toegeven. Maar ik heb de nadruk gelegd op subjectief. Ja. En nu ga ik wat meer op details in. Want als ik als van buiten als mediator erbij gehaald word, dan is ik ook bij de fase 4, 5, 6, die hier rood staan, zie ik als buitenstaander, omdat het niet om mijn eigen aandelen daarin gaat, zie ik eigenlijk nog steeds mogelijkheden dat beide tevreden gesteld zijn, als ze maar naar elkaar luisteren en de diepere behoeften zien en erkennen. Ja. En zich daarvoor inzetten. Goed, ik ga nu een paar dingen zeggen over die hoofdfase 1, die blauwe. Ja. De trap 1, verharding. Eigenlijk bestaat er daarvoor en ik zou maar zeggen, een gele en fase 0. Ik noem dat zo de witte broodsweken van een groep bijvoorbeeld. Ja? Er wordt een projectgroep gevormd of wat dan ook. En de mensen zijn geïnteresseerd in elkaar, hebben positieve verwachtingen en proberen erachter te komen, wat is mijn waarde, wat is jouw waarde, wat kun jij, wat ik niet kan enzovoorts. En dat is een open dialogische communicatie. En ze zijn helemaal geïnteresseerd van elkaar die sterke kanten te zien en te gebruiken en tot een goede oplossing te komen. Ik noem het wittebroodsweken. Ja. Ja? Maar dan kan het zijn, zoals bij wittebroodsweken ook, dat er ook spanningen opkomen. Wat de keuze van het hotel van de wittebroodsweken betreft. Of we dit uitstapje of dat doen. Of eten wij nou vis of eten wij vlees of niet. Nou goed, en dan is het zo dat de conflictpartijen in hun communicatie niet meer zo open, zo toelaatbaar en zo concessiebereid zijn. En af en toe zeggen ze, nou sta ik op dat punt en ik ben niet altijd diegene die dat toegeeft enzovoort. En dan zet maar die ene iets door en dan die andere. En dan ontdekken ze dat ze nu wel wat stug aan het doen zijn. Hebben daar spijt van, excuseren zich, doen weer stappen naar elkaar toe enzovoorts. En die verhouding lost wel op. Ja? Ja. En dan is er, na elke volgende treden, bestaat er een drempel over die de mensen heen stappen. En die drempel betekent dat er eigenlijk zoiets van bewustzijn ontstaat. Gaan we zo door als tot nu toe? Dit is al die verharding, het is soms wat verspanningen en zo, maar ook weer coöperatief en switcht heen en weer enzovoorts. Maar toch, ik ga ervan uit, ik doe mijn best en jij doet je best enzovoorts. Maar er komen momenten op waar de een of de andere partij de indruk heeft, nou, ik ben altijd diegene die zijn excuses aanbiedt en de stap naar de ander toe doet en ook weer wat oppakt wat de ander voorstelt en ik insisteer niet alsmaar op mijn eigen dingen. Maar het is zo eenzijdig, altijd ben ik degene.
misschien is het zo dat de ander, want het is altijd de ander die niet zo positief is dan, in het denken van de mensen. Misschien dat de ander het daar werkelijk op aanlegt om de eigen dingen tegen mij door te drukken. Ja? Als dat zo zou zijn, dan kan ik ook voet per stuk geven. Dan kan ik ook weerstand bieden. Dan kan ik ook op een andere manier proberen te bereiken dat mijn opvattingen, mijn voorstellen, mijn belangen werkelijk doorgezet worden. En dat is een ander soort communicatie. Dat is niet meer dialoog met wat spanningen, maar een debat loopt volgens andere spelregels. We kennen debatten als we naar parlementdebatten kijken enzovoorts. Of wanneer voor verkiezingen de kandidaten van de een of andere partij met elkaar aan het debatteren zijn over arbeidsbeleid en gezondheidsbeleid en onderwijsbeleid, et cetera. Ja. Maar dat betekent dat bij voorbaat gepolariseerd wordt. Mijn idee is in ieder geval beter dan dat van jou. Dat men op zoek gaat naar de tekortkomingen, de deficiten, de foute redeneringen in de stellingen van de ander. Dat men ook bewust met tactieken werkt, polemiek, retorische tactieken, om de ander wat te overrompelen, in het nauw te drijven, onzeker te maken. Allemaal niet dingen die op het rationele argumentatievlak zijn, maar eigenlijk meer met de persoon te maken hebben. En op die manier probeert de ene en de andere kant haar eigen posities door te zetten. Maar nog steeds pratend. Ja? Nou goed, en misschien dat nou hier de ene partij wat winstpunten behaalt en daar de andere. Maar het zou kunnen dat vroeg of later de een of andere conflictpartij, want ik praat niet heel van conflict, en het gaat überhaupt niet meer zo rationeel, daarom dat is helemaal fout hier, rationele fase. Ja. Dus dat denkt van, nou wacht eens even, dat praten, dat argumenteren, dat leidt ook niets. Ik praat tegen een muur. Die andere kant is helemaal niet voor werkelijk mijn goede argumenten vatbaar. Ja? Alleen met trucjes en tactieken enzovoorts. Als ik van iets overtuigd ben dat dat juist is, dan ga ik dat gewoon doen. Ja? En ik haal er vaak als voorbeeld aan. Nu ga ik voorbeeld uit de onderwijswereld. Ja? Bijvoorbeeld binnen het college van een of andere school was er een discussie, een debat geweest. Hoe betrekken wij die ouders erbij of niet? Wordt dat meer democratisch georganiseerd? Coöperatief leiderschap of meer directief leiderschap? Maar ook bijvoorbeeld, zullen wij de leerlingen tutoriëren of niet? En staan we toe dat ze ons met zeg Frits of zeg Tijmen of aanspreken, of met meneer, zus en zo, of professor, zus en zo. En daar zijn ze het niet over eens geworden. Daar hebben ze urenlang gedebatteerd en dit en dat, totdat er een van de collega's denkt, ik vertik het, zeg, ik doe dat gewoon. Ik ga naar mijn klas toe en ik zeg, alsjeblieft, hier, ik ben Wim, ja, en ja, dit hier elkaar enzovoorts. En bovendien, wat roken betreft hier, jullie weten, ik rook ook, dus als jullie daar even buiten in de pauze wat roken, of een glaasje bier, dan word je niet verslaafd aan alcohol en zo. We kunnen daar in die hoek, ja, tegen alcoholverbod, dat was ook zo'n debatpunt enzovoorts. Ja. Dus die doet gewoon wat die juist vindt. Ja, ja, ja. En het is geen woorden, maar daden. En dat wordt natuurlijk beantwoord door een andere collega. Die zegt, ja, moment, zo niet. Zo eenzijdige acties. We hebben dat nog lang niet uitgepraat. We hebben dan nog geen consensus of meerderheidsbesluit genomen. Zo gaat dat niet. En gaat daarop antwoorden, ook met een unilaterale actie die doet. Ja? En zo
gaan ze elkaar met acties in het nauw drijven. Ja, en daar ben je nu op een heel ander vlak bezig met elkaar. Natuurlijk, als die leraren elkaar dan in de lerarenkamer de pauze ontmoeten, dan wordt er in de stijl van debat gepraat over de eenzijdige actie die jij ondernomen hebt. Ja? En jij hebt me voor voldongen feiten geplaatst en zo. Dus dat aanvallen en dat rechtvaardigen, dat gebeurt nog volgens debat, maar het wezenlijke gebeuren vindt niet meer via een bepaald debat plaats, maar via het doen. Daden in plaats van woorden. Nou, en dat is dus de drempel naar 4. Wat nu de rode stappen zijn. Imago's, dus de zelfperceptie, het beeld dat je van de tegenpartij hebt en het vormen van ondersteuning, van coalities. Ja. Van strijdgenoten, partners enzovoorts. Allianties, coalities. En dat begint natuurlijk dat met geen woorden maar daden. Dat denk je dan, nou ja, als ik met die en die samen ga, dan ben ik sterker, dan zet ik meer door en dan ontmoet die tegenpartij meer weerstand en kan niet haar gang gaan enzovoorts. En daar ontstaat dan ook het volgende, dat in de waarneming over en weer alleen dat gefilterd wordt, dat gezien wordt, wat vervelend is, wat irriterend is, wat ik als een gebrek aan weten, kunnen, houding beoordeel. Ja? Dus dan staat een beeld van de tegenpartij, een negatief beeld van de vijand, maar natuurlijk, wij twee, wij zijn de goede kerels. We zijn creatief en intelligent en ook coöperatief en dat en dat. Maar de ander is het tegendeel daarvan. Ja. Ja? En dat zelfbeeld en dat beeld van de vijand, dat dient ook om meer te werven. Kom eens aan mijn kant stand. Want je weet toch ook dat de Willem zo'n vent is die eigenlijk dat en dat niet kan. En zijn lesgever lijkt nergens op enzovoorts. Ja. Dus op die manier verharden dan die clubs aan de verschillende kanten. Ja. En het wordt moeilijker voor sommige mensen om te zeggen, ik kies niet voor of tegen. Ik wil toegang tot de verschillende groeperingen hebben. Ik wil niet bij die kampen horen. Ja. Ja, ik moet even tussendoor, ik moet heel erg meteen denken aan mijn eigen relatie. Dat ik dan, als ik het niet eens ben met de opvoeding, omdat mijn vriendin te streng is voor de kinderen, dan zeg ik ook wel eens tegen mijn moeder, zie je nou dat ze veel te rigide is in de opvoeding en dat ik het beter doe. Ja. Hè? En dan verwacht ik dat mijn ouders zeggen, ja, nee, je hebt gelijk. Hè? Dus ik herken die fases, zeker die eerste vier. Hè? Ik zit niet in het zwarte gebied, want anders was ik niet bij mijn vriendin. Ja. Maar heel veel kan ik direct betrekken op mijn eigen relatie. Ja, ja. Heel herkenbaar. Ja. 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 Ik heb bijvoorbeeld met de 1 en 2 verhoudingen en debatten, heb ik niet naar dat toegelicht. Ik denk dat kennen wij iedereen. Zo uit televisiedebatten enzovoorts. Dat met woorden in plaats van daden in plaats van woorden, dat heb ik nu toegelicht juist ook uit de onderwijswereld. Ja. Dat zijn ook de voorbeelden die ik daar in dat boek van Help Conclusion erin heb. Maar nu, dat kan zich verder toespitsen. Op de tweede 4 met imago's, dus zelfbeeld en beeld van de vijand en coalities. Zodra daar het idee opkomt van dat die ander zo handelt en dingen doet die eigenlijk, ik zou maar zeggen, pedagogisch, didactisch niet goed zijn, niet verantwoord zijn. Ja? Ik weet wel wat pedagogisch, didactisch verantwoord is, daarom doe ik de dingen zo. En zij doen dat anders, maar dat is fout. Fout, ja? Maar dat dan een keer ideeën kunnen opkomen. Nou, dat is niet een gebrek van weten en kunnen. Maar daar zit misschien wat manipulatie achter. Ze willen de meest geliefde leraren op school zijn. Daarom doen ze dat zo. Of ze willen bij de ouders goed aankomen enzovoorts.
dat is eigenlijk niet eerlijk. Daar zitten niet morele motieven achter hun doen. Ja? En dat twijfelen aan de morele intentie, aan de morele zuiverheid van wat dan. Dus als iemand fouten maakt, dan kun je dat nog excuseren van hij weet niet beter. Ja? Maar als je dan meent achter te komen, dat is opzettelijk zo. En dan inscenert hij bepaalde dingen en dat is om ons om de tuin te leiden en dingen, foute dingen voor te doen, te voorkomen. Maar het is allemaal in waarheid toch heel anders. Ja. En als je meent, je hebt nu een aantal bewijzen dat de ander oneerlijk is, dat die manipuleert, dat die liegt, dat die bedriegt. Dat zijn allemaal immorele termen, ja? Termen van immoreel gedrag, ja? Immorele houding. Dan wordt op een bepaald moment gedacht, nou, dan moet ik mijn collega's eigenlijk in die zin voorlichten. Ik moet alles doen dat ik dat immorele gedrag aan de kaak stel. En dat het beste is als wij in een vergadering aan de andere groep die vraag stellen. En dan kunnen bewijzen, dat klopt niet, dat is nu gelogen. In waarheid is het zus en zo gelopen, enzovoorts. En dat die ontmaskerd wordt. En dat de mensen dan zien, achter dat masker, daar zit een leugenaar, een verrader en dit en dat. Ja? En vaak is dat op school ook zo, dat dan bijvoorbeeld dat ook snel in die richting gaat van, nou, die leraar die vergrijpt zich wel eens aan de jongere meisjes enzovoorts. Ja, dus seksuele misgrijpen, ja, enzovoorts. Ja. Dat ligt dan vaak heel dichtbij. Want je bent nu op de tour bezig met, ik moet de ander in zijn immoreel zijn ontmaskeren. En wie weet wat hij nog allemaal aan kwade dingen eigenlijk qua karakter heeft. Ja? Dus gezichtsaanval en gezichtsverlies het gevolg. En het is zo dat nu die zaak nog meer gepolariseerd is. Niet alleen maar de bekwame tegen de onbekwame, mm-hmm, zoals bij vier imago's en coalities, maar nu de deugd tegen de ondeugd. Het goed tegen het kwaad. De engelen tegen de duivelen. Duivels, ja? Het licht, wij zijn het licht. En de ander is de donker, het donkere, de schaduw. Ja? Ja. En nu polariseert dat zo. En als nu de mensen menen de ander ontmaskerd te hebben, en dan komt vaak precies een retouractie. Ja. Die dat ook doen. Vaak hebben dan twee of beide kanten of nog meer kernpersonen hun gezicht, hun geloofwaardigheid verloren. Ja? Ja. Ja. En wat volgt eruit? Voor zo'n lerares is hier op school geen plaats. Ja? Dat is dat gaat de goede naam van onze school aan kapot enzovoorts. Die moet eruit. Ja. Dus uitstoten. Geen compromissen met immorele mensen. En met die aan tafel zitten en wat uitpraten en onderhandelen, vergeet het. Want omdat het een leugenaar is, omdat hij jou bedriegt en manipuleert, belooft hij nou iets aan de onderhandelingstafel, maar hij doet precies het tegenovergestelde straks. Dus hij is onbetrouwbaar, zij is onbetrouwbaar. Ja? Dat is de stemming bij 5, gezichtsaanval en gezichtsverlies. En dat uitstoten, dat is werkelijk zeer, zeer dramatisch. En ik voeg je aan toe, de drempel van 4, dus imago's en coalitie, ja, naar 5, gezichtsverlies, is tot nu toe de meest dramatische in het conflict. En dat geldt ook op het internationale vlak. Met de Poetin kun je niet praten, want ja, die wil alleen maar oorlog, alleen de taal van het geweld verstaat hij enzovoort. Okay. Dus vergeet het. Ne? Of gauw Saddam Hussein, die werd dan afgebeeld met een Hitler-snorretje enzovoorts. Ja? En de Acts of the Evil, Bush, ja?
en de coalitie van de willigen enzovoorts. Dan ben je helemaal... De kruistochten, zo is het. De kruistochten tegen de terroristen. Dat is de taal vanaf 5. Vanaf gezichtsverlies. En dat wil zeggen dat nu meer en meer niet alleen maar verbaal geweld, maar ook fysiek geweld bewust ingezet wordt. Want de acties bij escalatietrap 3, daar gaat het nog niet om de ander per se door je acties schade toe te voegen, alleen maar dat te halen wat je zelf wilt halen. Maar nu gaat het erom, en dat is nu 6, de dreigementen, dat is afpersen, dat is dreigingen, zeggen, als je, ik eis dit en dat, en als je dat niet doet binnen zoveel dagen of uren, dan dwing je mij om je dat en dat aan te doen. En dat is natuurlijk een schade. Dat is iets wat jou beschadigt, wat voor jou in ieder geval negatief is. Dat beloof je. In de hoop dat de ander door de knie gaat en dat doet wat je van hem of van haar eist. Maar eigenlijk in een conflict wordt dat beantwoord met een tegendreigement. Ja? En nu gaat dreigement tegen dreigement. En het gevolg daarvan is dat de escalatie enorm versnelt. Want meestal is het vervullen van de eis gekoppeld aan een bepaald tijdslimiet. Ja. Als je niet binnen zoveel, dan gaat wat gebeuren. En de wederdreiging neemt een korter tijdsbestek. Want anders, je kunt niet zeggen, ik wacht maar 2 dagen later. Maar je moet op die manier, wordt de tijd steeds meer verkort. En dat wat elkaar beloofd wordt, elkaar aan te doen, het is een belofte, wordt steeds erger. Dus zie je zo aan dat geweld in dat wat aan sanctie in het vooruitzicht wordt gesteld, meer en meer toeneemt. Maar het wordt nog niet uitgevoerd. In de hoop, de ander die gaat door de knie en je krijgt wat je wil. Als dat nog niet gebeurt, nu komen wij uit de win-lose naar de lose-lose, dat zwarte, die hoofdfase 3. Want escalatiefase is juist, want het is alles al escalatie geweest. Ja? Ik snap ook niet hoe iemand meent het begrepen te hebben en dan die foute begrepen hier. Het heeft niet sprakelijk gedaan, maar dat heb je in een of andere publicatie. Ja, ik heb hem van Google geplukt en ik heb het even snel gedaan. Oh, dat zijn zoveel. Maar dat is op zich wel goed, hè? Want er zijn een hoop misvattingen, zoals het praten over een escalatietrap. Ook dat moeten we uit de wereld helpen. En dus wat dat betreft is het meteen dat we zien, dit zijn termen, als we die tegenkomen, die komen niet van dokter Glasel, maar van een andere persoon. In of ander, ja. Goed, ik ga nu de dreigementen. En nu moeten de mensen beslissen, blijf ik bij mijn eis en voer ik die sanctie uit? Ja, want anders verlies ik mijn geloofwaardigheid. Neemt de ander mij niet al serieus. Dus, nou wordt dat wat er beloofd werd, ik zal je die en die schade toevoegen, wordt omgezet. Die en die schade wordt toegevoegd. Dat is beperkt. Dat is belangrijk, want 8 is dan dat je jezelf geen beperking meer oplegt. Zo van, ik maak je alleen maar, ik zou maar zeggen, 1 schip kapot en niet het hele vloot. Ja? Nee, 1 schip. En als dat beantwoord wordt met aan mijn kant 2 schepen kapot te maken, dan ga ik je daarna 4 schepen kapot te maken. En daarop is antwoord weer 6 of 8. Ja? En zo verschuift de beperking. Is het een beetje zoals Armenië en Azerbeidzjan? Met de tanken. Bijvoorbeeld. Ja. Nou, ik heb vele jaren in Armenië en in Karabach ook gewerkt. En ook met Azerbeidzjan. Maar met Azerbeidzjan niet in het land, maar alleen maar via telecommunicatie. En dat waren al die jaren sinds 1992. Want van
92 tot 94 was die hete oorlog daar. En toen bezette Armenië dat gebied dat vroeger bij Azerbeidzjan hoorde. Ja. Maar door Armeens sprekende christelijke bevolking bewoond was. Ne? En er waren altijd, al die jaren, waren er altijd grensincidenten met ongeveer 3-4 doden per maand. Maar het was niet interessant voor de media bij ons. Dat het alsmaar zo was. En in de tussentijd heeft Azerbeidzjan modernste oorlogstechnologie ingekocht en ingezet. Met de dronen, ja? Is dat het Nederlandse woord ook? Ja, drone, ja, dat kennen wij ook. Ja, oké. Okay. Ja. En daarom dan de verrassingsaanval enzovoorts, waar dan Armenië een heleboel verloren heeft. En heeft moeten stemmen tot een contract waardoor een groot deel van Karabach eigenlijk aan Azerbeidzjan is verloren. Ja. Goed, maar dat is nou beperkte vernietiging. Precies. En dan de drempel. Nu gaat het daarom die totale vernietiging van de ander. Ja? Maar je hoopt nog steeds, jij overleeft het. De ander gaat dood. Of de ander gaat economisch aan kapot. Of de ander gaat psychisch aan kapot. Want het gaat niet altijd erom dat werkelijk gedood wordt. Ja? Dus ik heb bijvoorbeeld bij conflicten in ziekenhuizen of aan universiteiten, waar ik erbij werd gehaald, meegemaakt dat ze alles gedaan hadden om te bereiken dat die arts nooit meer mag opereren. Die chirurg heeft die in die fouten gemaakt en dat en dat. En heeft dan ook nog gemanipuleerd met wetenschappelijk onderzoek. En ook zijn OP-rapport was fout, was gelogen. Dat was gezichtsverlies dan. Ja? Dus wij moeten bereiken dat die man nooit meer mag opereren. Hij mag vertegenwoordiger van de farma-industrie zijn, want zijn medische kennis die houdt hij natuurlijk. Maar hij mag nooit meer snijden in mensen. En zo, ne? Het vernietigen van iemands economisch bestaan. Ja? Of zijn beroep. Ja. Het hoeft niet altijd doden te zijn. Ne? Of, ik weet van conflicten, nou, in het gezin, waar de man alles gedaan heeft dat zijn vrouw psychotisch werd en in de psychiatrie voor de rest van het leven beland is. Ja? En waar die een keer ook gezegd heeft, ik krijg je nog in de psychiatrie. Ja? Ja. Als dat een psychiater zegt over een patiënt, dan is het goed bedoeld. Maar als de man het zegt, terwijl hij tegen zijn vrouw aan het vechten is, dan betekent dat hij maakt haar psychisch kapot. Ja. Dat je de kinderen afneemt en die nooit meer mag zien, dan heeft dat bijvoorbeeld, ja, zit toch natuurlijk ook in die, toch ook in die treden. En dan ook nog, bijvoorbeeld ook bij de vernietiging door de afneming, dat de economische basis van bestaan van de ander kapot gemaakt wordt. Ja? Ja. Bij de echtscheiding. Ja? Dat zijn zo de dingen. Dan 9 is dan het uiterste. Je weet, je kunt de ander alleen maar totaal vernietigen als je op de koop toeneemt dat je daar eventueel zelf aan dood gaat of kapot gaat. Nou, dan moet het maar. 9. Ne? Dat was bijvoorbeeld ook de situatie bij de Balkanoorlog, Milosevic, Serbië. Zo van, ze zullen 1000 jaar later nog met grote eerbied over de helden van Serbië spreken, die tot het laatst tegen de overmacht van de NAVO gevochten hebben. Ja? Omdat het om Serbië ging, enzovoort. Daarvoor doen we het. Of, ik weet niet of je misschien die film gezien hebt, die laatste dagen van Hitler in Berlijn, in de bunker, waar hij ook, dat daar moet Duitsland kapot gaan. Ja? Als ze niet waardig zijn door mij geleid te worden enzovoorts, dan moeten ze maar kapot gaan. Ja? Ja, ja. En goed, maar dat is in het klein net zo als in het groot. Dat is eigenlijk zo in
in een paar korte lijnen zo wat het essentiële van de 9 verschillende treden zijn. En hoewel ik zei dat ik dat met de 9 treden pas in die vorm gebracht heb door dat onderzoek van honderden van praktijkgevallen in organisaties, is wat dit model nu ook toegepast op het internationale vlak. Is er nog sprake van een morele geloofwaardigheid of niet? Ja? En bestaat er nog een kans op oplossingen, onderhandelingen? Of wanneer moet een externe derde partij bon office, good services aanbieden, bijvoorbeeld? Ja? En diplomatiek gebruik, gewoonte is dat. Ja. Nou, en dat vind ik een heel interessant punt. Hè. U geeft aan de partijen die kunnen bijdragen aan de oplossing. Bij de eerste drie treden stelt u dat je als deelnemer van dat conflict kan bijdragen aan die oplossing. En bij die volgende drie treden wordt op een gegeven moment gesproken van burenhulp. U noemt het burenhulp. Zeker in het zwarte gebied. Of professionele hulp. Ja, maar zeker in het zwarte gebied is eigenlijk alleen maar oplossing mogelijk met professionele hulp. Omdat onpartijdigheid eigenlijk niet meer gewaarborgd kan worden door de deelnemers van dat conflict. Bovendien, het punt is, dus tegenwoordig is zo dat vele leidinggevenden hebben een goede training aan communicatie, ook geweldloze non-violent communication, Marshall Rosenberg en alle mogelijke dingen. En ook conflictmanagement, heb ik boeken van mij gelezen enzovoorts. Maar als zij zelf deel uitmaken van het conflict, bestaat het gevaar bij 4, 5, 6 enzovoorts, dat wanneer ze zelf ook de goede dingen zouden voorstellen, dat de andere partijen ze denken, ja, dat doet hij alleen maar omdat op die manier probeert mij de baas te worden. Ja? Dus het is niet een kwestie dat ze het niet zouden kunnen weten of dat hun vaardigheden niet zouden kunnen leren. Ja? Ja. Maar het is dat het niet door de andere partij gezien wordt, gepercipieerd wordt als een eerlijke poging om uit eigen kracht eruit te komen. Daarom, burenhulp kan zeggen, andere collega's op school die niet deel uitmaken van de partijen en die de training gemaakt hebben, die zijn niet professionele mediators of zo, dat we zeggen, weet je wat, jij Piet en ik, Jan, we hebben met beide met Doortje een goede relatie, een goede vertrouwensrelatie. Wij vragen haar of ze niet dat gesprek waar wij over onze conflicten praten, of ze dat niet gaat leiden of begeleiden. Ja? Want zij heeft geen belang daarbij. Ja? En als zij wat voorstelt, dan is ze niet, wordt ze niet verdacht, staat ze niet bloot aan de verdenking dat ze dat alleen maar voor eigen belang doet. Maar als ik in een conflict waar ik zelf bij betrokken was, met een collega. Ja? En ik was op dat instituut in Zeist, bekend als de conflictman. Ja? En ik had met een collega conflict. En hij kwam bij mij naar huis en we hadden afgesproken, ja, wij zullen proberen dat zelf op te helderen. En hij komt bij mij binnen en hij zegt het eerste, Friedrich, één ding wil ik je zeggen. Jij gaat nog niet voorstellen welke methode wij dat gesprek zullen voeren. Daarmee was het gesprek alweer afgelopen. Zo. En een goede collega, een vrouwelijke collega van ons, die heeft gezegd, kerels, kom eens hier. Ik ga met jullie praten. En toen heeft ze die dingen voorgesteld die ik ook had voorgesteld. Maar van haar kon die het accepteren van mij niet. Ja? Ik begrijp het helemaal. Het voelt niet goed als ik iemand een conflict heb en die persoon gaat mij vertellen. Ja. Het is toch een soort dominantie. Jij komt natuurlijk de oplossing en jij moet de oplossing van iemand anders aanvaarden. En daarmee ga je toch een trede lager om in treden te praten. Ja, ja precies. Ja. Snap ik. Dus staat bloot aan dat verdacht, dus daar kan ik niks aan doen.
Ja. En je had ook de vraag, een paar handvatten bij nou, de blauwe. Ik denk dat stap 1 is, herken de fase waarin zo'n conflict zich bevindt. Stap 2 is, begrijp waar je wat kan doen. En in die eerste 3 treden kan je als onderdeel van het conflict ook onderdeel van de oplossing zijn. Bij de volgende treden is burenhulp gewenst. Op een gegeven moment kom je bij die mediation. Hè? En ik denk zeker... Hou iemand erbij. Ja, en ik denk juist voor het onderwijs dat zeker die eerste 3 fasen, als je inderdaad de tools en de handvatten hebt om in die eerste 3 fasen met zelfhulp en zelfinitiatief daar kan komen. Nou, volgens mij is dat een fantastische vaardigheid om leerlingen mee te geven. Dus ik zou me vooral willen richten op die eerste 3 fasen waar we in het middelbaar onderwijs of basisonderwijs of hoger onderwijs wat mee zouden kunnen doen. Ja, dat is ook dat doel van het boek dat ik u aan u gestuurd had, met help conflicten, namelijk zelfhulp. Ja? Hoe help ik mezelf? En wat ik ook zeg, waar ik ook methodieken beschrijf die je zelf kunt toepassen in de 3 blauwe fasen. Ja? Ja. 3 blauwe treden. En waar ik ook zeg, maar wat kun je doen als je merkt, je bent al op 4 of op 5, daarmee is ook nog wat mogelijk, maar dan ben je niet meer dan een goede opdrachtgever, in zekere zin. Maar dan moet je ook weten waar je op moet letten. En waar dan diegene aan werkt die je er wel bij haalt. Ook al kun je het zelf niet meer doen. Ja. En die dingen van hoe kom je weer tot een meer dialoogachtige communicatie, dat is bij de verharding, waar je zegt van, wacht eens even, kunnen wij... Dat is gewoon door vragen, wat heb je werkelijk bedoeld en niet wat heb ik gemeend wat jij bedoelde. Kunnen we elkaar toelichten dat we minder veronderstellingen erin brengen enzovoorts. En dat waar die verhouding gaande is, dan zeg ik, wacht eens even, zijn er nog andere opties? Want verhouding betekent dat je de hoeveelheid opties... Dat die gaan vernauwen. Ja? Er zit minder opties. Ja. Ja. En de conflictoplossing bestaat altijd erin weer het veld van opties te verrijken, weer breder te maken, uit die vernauwing te komen. Ja? En heel belangrijk is ook nog bij de verharding dat je bewust bent, dat is wat u net ook zei, van dat je zelf beseft dat is al wat gaande met ons. Ja? Maar dat je dan ook bewust bent, de eerste dingen die veranderen bij mensen in conflict is dat het vermogen om goed waar te nemen gecorrumpeerd wordt. Je filtert. Ja? En je waarneming wordt meer en meer gekleurd door je emoties. Dus en als je daarvan bewust bent, wacht eens even. Ik heb naar u geluisterd en ik heb dat je checkt, dat heet dan ook actieve communicatie. Mag ik even in mijn woorden weergeven halen wat ik begrepen heb? En als het niet klopt, zeg je dan maar hoe het werkelijk bedoeld had. Dus dat je checkt of je waarneming niet door filters bepaalde dingen eenzijdig gezien heeft, of dingen weggelaten heeft, of ook verkleurd heeft door de emoties. En als ze dan zeggen, wacht eens even, ik wil dat even checken of ik het goed begrepen heb. En dan ben ik open als de ander zegt, nee, want zo heb ik het niet bedoeld. Oké. Dus dat parafraserend weergeven wat je meent gehoord te hebben, is een heel fundamenteel eenvoudige techniek. Ja? Ja. En dat helpt je om niet in toeschrijvingen, in projecties, in foute interpretaties, in veronderstellingen, insinuaties te komen, want dat gebeurt dan meer en meer bij de tweede blauwe, bij debat en polemiek. Dus dat samenvatten, dat komt me bekend voor. Ik heb het denk ik gelezen in de 7 Habits of Highly Effective People van Stephen Covey, dat bij de Indianen het gebruikelijk was om pas aan het woord te gaan als jij correct hebt kunnen samenvatten wat degene voor jou heeft gezegd. Dan pas ga jij praten. Ja, dat is een grote wijsheid. Ja, dat is een. Dat hebben wij ook overgenomen, min of meer.
Ik heb ook in Afrika gewerkt met Zulus. En ben erbij geweest waar de vorst van een stam, ja, het hoofd van de stam, vorst, zoals Nelson Mandela, was ook een prins, een koningszoon, ja, waar die een besluit neemt. En dan zit je met de oude, wijze mensen in een kring en dan zegt, dat is mijn vraag aan jullie, ja. En dan gaat het in die kring door. Dan zegt de eerste, wacht eens even, ik heb je vraag zo verstaan. Mijn advies is, doe dat en dat. Dan volgt de tweede, die herhaalt wat hij verstaan heeft van de eerste. Ja, ja. En komt met zijn advies daarbij. De derde herhaalt wat hij van de tweede verstaan heeft, enzovoorts. En de vorst die in het midden zit, of een begin dat gestart heeft, die zegt niets de hele tijd. Aan het eind heeft hij alles gehoord en dubbel en dwars gecheckt, min of meer. En dan zegt, dus ga ik nou zo beslissen. En dat lijkt alsof dat een eenzijdig directief besluit is, maar dat is eigenlijk gedoetst door vele, vele mensen, ja, ja, en hun ervaringen. Daar, ja, komen de uitstekende beslissingen uit. Ja. Dat is een andere variant van dat wat zo'n algemene, heel eenvoudige, maar fundamentele regel is om uit de verhouding te komen. En ook uit het latere debat en polemiek. Ja. Nou, ik denk dat het in Nederland niet zo snel aanslaat, omdat het wel een tijdrovende methode is. In Nederland zijn het veel meer van, goh, vertel wat je te zeggen hebt, leg het op tafel. En als Pietje aan het praten is, ben ik aan het formuleren, oké, ik krijg 1 minuut de tijd om te zeggen wat ik wil. En wat Pietje heeft gezegd, dat maakt niet zoveel uit, als ik mijn standpunt maar goed kan neerleggen. Dus het is natuurlijk, ja, veel minder effectief. Het is zeker geen deep listening. Ja. Dus, maar het feit dat we, ja, in Nederland efficiënt bezig moeten zijn, resultaatgericht, ja, het staat haaks op elkaar. Want wat ze in Zululand doen is hartstikke resultaatgericht. En wat de Native Americans doen is ook hartstikke resultaatgericht. Alleen, het moet snel. Dus ja, hoe komen we nou, hoe krijgen we zoiets nou geïmplementeerd in Nederland, zo'n filosofie, zo'n techniek? Dat kan ik zo zeggen, men spaart op de foute plaats. Want dat wat daardoor een mindere kwaliteit van besluit het gevolg is, ja, om dat te repareren kost dan meer tijd als dat je even, om veilig te gaan, zegt, wacht eens even. Ik noem het altijd, wanneer ik dus aan conflict werk als mediator, dan noem ik dat altijd, dat is een quality check. Ja? Ik werk met hoge pieten, ja, van topmanagers van grote Duitse banken enzovoorts. Ja? CEO en COO en dit en dat. En dan vraag ik aan hen, je vindt dat misschien dat het wat tijdsrovend is en wat omslachtig, maar het is een quality check. Want ik vraag u dat u dat in eigen woorden haalt, wat u meent begrepen te hebben, wat de ander gezegd heeft. Want als in een gesprek waar we proberen het conflict op te helderen, op te lossen, als hier iets fout begrepen wordt, is de schade achteraf groter dan wanneer er überhaupt geen gesprek geweest zou zijn. Ja? En ik heb nog nooit topmanagers ontmoet die wat tegen kwaliteitsmanagement hadden. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja? U verkoopt het onder als kwaliteit. Ik noem het daarom, dat is een interventie van kwaliteitsmanagement. Ja. Ja. En ze hebben allemaal goed meegemaakt. En ook binnen korte tijd gezien wat het nut daarvan is. Want ze hebben ook gemerkt, wanneer ze dat in eigen woorden weer. En ik zeg dan, stop, daar ontbreekt nog dit en dat en dat. Ja? Ik ben diegene die voor het geval dat wat niet gehaald wordt, ja, het aanvult. Om hen te laten zien, het is gezegd, maar je hebt het niet gehoord. En als ze dat beseffen, dan is de tweede keer dat ik hen weer wat laat herhalen, zijn ze al veel nauwkeuriger. En de derde keer hoef ik niets meer aan te vullen. Ja? En ze luisteren dan van tevoren. Hè, en na een paar minuten zeg ik, laten we dat parafraseren achterwege, want u luistert al zeer nauwkeurig. Ja, ja. Alleen als u twijfelt,
laten we het toch nog even doen. In een vergadering. U heeft het over in een vergadering, dat parafraseren. In een vast team. Want kijk, in het onderwijs, dat weet u misschien zelf ook uit ervaring, hebben we te maken met grote wisselingen van personeel. Ja. Dus dat betekent, als je dit wil borgen, als je dit wil vasthouden, dat je toch regelmatig weer die cyclus moet doorlopen en doen met de nieuwe mensen. Neem ik aan. Is het ontwikkelen van een cultuur. Ja. 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 En dat is net als het oefenen aan een gitaar. Ja. Dat moet je doen, want die vingers worden gauw een beetje stijf. Absoluut. Ja, ja, dat gaat eruit. Ja. Hey, we gaan terug naar het blauwe gedeelte. We hadden één tool. Dus, bij twee. Ja, ik zeg een paar dingen bij debat en polemiek. Ja? Ja. Waar de polariseren in het denken, voelen en willen plaatsvindt. Zo van, wat zeg, dat is ouderwets. Wat ik doe, dat is progressief en modern en zo. Ne? Of dat wat jij vertegenwoordigt, dat is toch niet democratie. Dat is toch autoriteit en dit en dat. Dus dat er in begrippen gepolariseerd wordt, of alsjeblieft die muziek van jou, dat is toch een cacophonie, dat is toch niet muziek en zo. Dus wat smaakdingen betreft, gevoelensdingen, kunst of kitsch, ja. En op het wilsvlak, ja, gaan we met de school in die richting, meer de kunstvakken, of gaan we meer de natuurwetenschap en de wiskunde, want ne, dat moet vandaag iedereen kunnen, en alleen maar cognitief of ook andere dingen. In welke richting gaat het? En daar is natuurlijk heel belangrijk te zeggen, stop. We hebben nu vaker twee uitersten van een hele schaal. Het is helemaal zo of helemaal zo. Maar er zijn toch ook schakeringen van kleuren daartussen. Wat zouden daar nog schakeringen daartussen kunnen zijn? En vaak doe ik ook nog één ding. Of adviseer ik de mensen in doen, want wij spreken over die dingen die ze zelf kunnen doen. Ja? Dat ik zeg, u vindt dat wat de ander als positie heeft ingenomen, dat vindt u al zeer extreem. Kunt u zich voorstellen dat die nog een extremere positie in zou kunnen nemen? Kunt u die beschrijven? Dus ik nodig bewust de tegenpartij uit om te zeggen, nou, hij zou ook nog dat kunnen menen en dat bedoelen enzovoorts. En dan vraag ik diegene, wiens positie nog extremer gemaakt werd, wat vindt u ervan? Zou u zich dat voor kunnen stellen, zelf in die extreme positie te gaan? Nee. Kunt u dan zeggen wat u niet wilt, wat er gebeurt? De zogenaamde non-value. Ja? Ja, ja. Dus wat u, de ander ziet uw positie veel extremer als u hem zelf verstaat, ja? Maar kunt u werkelijk zeggen, ik word zo en zo waargenomen als extreem, maar alsjeblieft geen misverstand. Ik wil nooit en nimmer dat dit en dat en dat het gevolg zou zijn. En door over die dingen praten die niet door jou bedoeld zijn, kun je de extreme veronderstellingen en toeschrijvingen weer bespreekbaar maken en ontkrachten. Dat zijn een paar soort dingen. En dan natuurlijk, er bestaan heel wat boekjes over de polemiek, over de drugs van die je bij een debat gaat toepassen. Toen ik nog in Nederland was, heeft Van Hoesel, zo heette die, die was docent aan een sociale academie in Amsterdam, dacht ik, die heeft een boek over geschreven, wat voor drugs worden in debatten toegepast. Het is goed om die te kennen. En ze zeggen, wacht eens, dat is druk 27. Oké. Okay. Ja? Ja. En dat was druk 4. Maar je moet ook weten wat de formule van die druk is. Zeg je, wacht eens even, je hebt nou geprobeerd dat mij emotioneel een beetje onzeker te maken. Nee, ik voel me dat vrijwel zeker. Maar kunnen we nog een keer praten over wat spreekt pro of contra die of die argumenten? Ja. Een paar dingen alleen. Ja, ja. En bij drie heb ik nou iets niet in mijn toelichting aangehaald wat heel belangrijk is. Namelijk dat de mensen op het non-verbale gedrag meer en meer gaan letten.
dan op de woorden, want je kunt alle mogelijke dingen met woorden beweren. Maar wat je werkelijk bedoelt, dat zie ik aan je daden. Ja? En daardoor schuift de aandacht naar het observeren en interpreteren ja. van wat je waarneemt aan gedrag. En dat is lichaamstaal. Ja? Ook jouw mimiek, ook je gebaren, je lichaamshouding enzovoorts. Maar, daar bestaan vele, vele gevaren van foute interpretatie. Want de lichaamstaal is helemaal niet zo eenduidig als vaak trainers van non-verbal communication beweren. Men moet weten dat dezelfde gebaren in de verschillende culturen totaal andere betekenis kunnen hebben. En dat geldt ook niet alleen maar voor culturen, wat mij betreft, Oostenrijkers, Italianen, of Oostenrijkers en Hongaren, om onze buren te noemen, ja, of Oostenrijkers en Tsjechen of zo. Maar het geldt ook voor de cultuur van bovenklas, middenklas, onderste klasse, jeugdcultuur, seniorencultuur. Bijvoorbeeld elkaar zo een stootje in de ribben te geven onder jeugdigen heeft een andere betekenis dan wanneer dat twee politici doen in het parlement. Ja? Ja, ja. Of in een seniorentehuis, ja? Bejaardentehuis. En of de woorden die gebruikt worden, ja? Ruwe taal. Ja? Dat wordt diep beledigend als dat volwassenen doen, maar als de jeugdigen zeggen, you son of a bitch of zo, dan is dat helemaal niet zo bedoeld. Ja, ja, ja. Zoals dat klinkt, ja? Ja, ja. Maar ook met de gebaren. In mijn opleidingen die ik geef in mijn college en zo, geef ik tal van voorbeelden waar hetzelfde gebaar in de ene cultuur iets heel anders betekent dan in de andere cultuur. Ja? Moet men weten. En zodra je dat wat je waarneemt als lichaamstaal bent bezig te decoderen vanuit je eigen culturele code en niet vanuit de culturele code van diegene die dat uitdrukt, dan kun je vele dingen misgaan. Dat betekent, dat werkt projecties, toeschrijvingen, insinuaties van de meest kwade bedoelingen in de hand. En daardoor ga je vaak over de drempel van 3 naar 4 met nou ja, de ander kan dat niet en dit en dat en doet het alleen maar om zijn status te waren, ja. handhaven en zo. Ja. Nou, dat lijkt me een interessante cursus inderdaad. Dat lijkt me ook iets wat je op basis en middelbare scholen kan doen. Hè? Ga de ander lezen. Nou, dan zou je heel snel leren dat je eigenlijk bijna nooit een accurate interpretatie doet van de ander. Hè, ik zag ooit een filmpje van een docent filosofie op het Hyperium Lyceum in Amsterdam. En alle leerlingen hadden een sinaasappel voor de neus. En de opdracht was, schrijf in detail op wat je ziet voor je neus. En dan zou je toch zeggen dat je 30 keer dezelfde sinaasappel hebt. Maar dat waren 30 verschillende observaties. Ja. Hè, heel simpel. Ja. Maar dat lijkt me nou zoiets dat je heel op een hele leuke manier het onderwijs in kan fietsen. Ja, zeer goed. Zeer goed, ja. 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 Nou, ja. Ik vind... Ik geef daar een voorbeeld wat precies bij dat aansluit. Wat ik ook doe, is... Er zit een groep... Ik werk met een groep van studenten, bijvoorbeeld 20. Ja, die zitten zo in een uur voor mij. En ik heb een appel, of een sinaasappel. Ja. En ik geef die dan aan de student links van mij. En dan moet die verder doorgegeven worden. Maar de eerste, die mag alleen een waarneming uitspreken. De tweede, een gedachte die opkomt als hij de sinaasappel ziet. De derde, weer een waarneming. De vierde, weer een gedachte. Enzovoorts. En de ander moet er goed opletten op diegene die een waarneming beschrijft. Of die niet een gedachte, een oordeel of een gevoel omtrent. Ja? Dus ik kan zeggen, een gedachte erover, de derde een gevoel. Ja. En de vierde, wat zou je ermee kunnen doen? Ja? En dan begint het weer. De waarneming,
een gedachte erover, een gevoel, als het is appel, sinaasappel, dat voor je ziet. En het belangrijke is dat ze zien, is hetzelfde object, maar je kunt het heel anders waarnemen, je kunt een heel andere verhouding ertoe hebben. Je kunt dat totaal andere dingen. En dat is belangrijk, want in het conflict, en daar gaat het om die blauwe fases, waar je dat goed kunt toepassen, later ook, maar daar helpt het onmiddellijk. Dat je kunt zeggen, wacht eens even, is dat wat je nu zegt, is dat een observatie, een waarneming, of is dat je oordeel over dat? Precies. Of je interpretatie over wat je geobserveerd hebt? Ja? Of wat je denkt, wat je ermee zou kunnen doen? Ja. Nou, het boek van Marshall Rosenberg staat natuurlijk vol met dat soort oefeningen. Ja. Hè? Van, is dit nou een waarnemen of is dat een oordeel? En ik moet zeggen, ik vind toch heel veel dingen zitten echt al, zijn heel moeilijk te bepalen inderdaad. Van waarom doe je nou zo geïrriteerd? Ja. Hè? In mijn optiek is zo'n persoon echt geïrriteerd. Ja. Natuurlijk waarachtig geen idee of er iemand daadwerkelijk is. En dat sluipt er zo erg in. En ik denk als je jezelf zou opnemen, 24 uur op een dag, dan zou je schrikken van hoe vaak je zo'n voorbeeld de wereld in helpt. Je moet bijna een boeddhist zijn als je de hele tijd in het nu jezelf zo analyseert. Ja. Dus, maar wel een hele mooie oefening. Ik zal dit beeld even weghalen, want vooral die eerste drie vond ik interessant. Heeft u nog meer voorbeelden van onderwijs, hè, waarin dit soort oefeningen worden toegepast? Ik zal je een leuke ervaring vertellen. In het jaar 2014 was het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog begon. En begonnen is die met het feit dat de Oostenrijkse kroonprins in Sarajevo vermoord werd. Ja, werd neergeschoten door een omstander, bijstander. En ze hebben ze fanaticus. Ja. En er was in een groot slot in Oostenrijk, was een grote herdenking. Dus wat gebeurde daar? Hoe was de politieke situatie? En bijvoorbeeld ook wat gebeurde toen met de oorlogspropaganda? De Oostenrijkse kant, de Duitse kant, de Russische kant, de Franse, Engelse, enzovoorts. Ja? En het was zo dat in dat slot was er een heel grote ruimte, laten we even schatten, 15, een zaal van zeker 15 meter lang, in een zoeterrein was dat, was ingericht en met een trap, 9 treden. En elke trede was ongeveer 2 meter breed. Maar die waren zo ingericht, dus 9, de 9 escalatietreden. En het was zo, een klas van een school kon een uur huren met een gids. En dan was het zo, er waren dus verschillende charts enzovoorts, waarin heel kort de essentie van de 9 escalatietreden beschreven was. En er bestaan ook uitstekende cartoons voor leerlingen. Met Duitse tekst van mij, maar een Berlijnse cartoonist. Als je wil, kan ik je dat ook sturen. Dat zou goed zijn om met diegene die dat uitgeeft eventueel te praten of jullie dat ook kunnen brengen. Ja, ja. Het is zeer, zeer goed gemaakt, die cartoons. Dus onder bovenbouwleerlingen speelt dat. Ja. Ja? Voor peer mediators, voor trainings. En nu, dus die waren daar, ze gingen eerst kijken en de gids heeft uitgelegd. De trede 1 is dat en dat, en 2 is dat, zo. Het tweede was dan dat ze filmscènes hebben laten zien van conflicten onder jeugdigen. Een selectie van filmscènes die verschillend ver geëscaleerd waren. En ze hebben dan zo'n scène gespeeld en tegen de klas gezegd, wat denken jullie, op welke escalaties treden speelt dat conflict nu? Gaat u op die treden staan?
En er waren die vonden dat is op 3, die gingen op 3 staan, een paar vonden op 2 en een paar op 4. Toen gingen ze daar staan. In de ruimte, op de tweede. En praat u nou, waarom zegt de een dat is nog op 2, de ander zegt het is op 3 en de ander op 4. Gaat u gedachten uitwisselen. Waar hebt u op gelet? Aha, oké. Weer zijn eens uit conflicten met jeugdigen. Ze hebben er 4, 5 verschillende films laten zien. En telkens, want die waren verschillend ver geëscaleerd. Telkens, ga weer op de treden staan, wanneer je vindt dat is op die en die escalatie. En op die manier hebben ze met het waarnemen van die filmscenes, zijn ze daarmee vertrouwd geworden. En toen gebeurde het, dat die gids zei, hebben jullie in de laatste tijd ook in de klas conflicten gehad? Ja, zou je daar voorbeelden kunnen noemen? Aha. En op welke treden hebben jullie die conflicten ervaren? Gaat u met dat staan? En toen hebben ze over hun echte, reële conflicten, staande op verschillende treden, gepraat. Ongeveer een uur heeft dat geduurd. En diegene, die gids, die ken ik persoonlijk, ja. Want ze hebben met mij contact gehad, want ze hebben dat ingericht volgens mijn model. Ja? En ik was ook uitgenodigd toen die hele zaak geopend werd met televisie enzovoorts. En daar werd ik ook geïnterviewd en zo. En ze hebben van bijna alle leraren, hebben ze later mails gekregen. Het is fantastisch, want die gaan nu heel anders met conflicten in de klas om. Dat is bewustzijn ontstaat, wat speelt er nou eigenlijk? En met name om vroegtijdig te zeggen, wacht eens, daar ontstaat iets, we zijn op 2, laten we niet tot 3 komen. Ja. Ja? Of tot 4, of tot 5. Ja. En dat visuele aspect. En voordat je kennis zijn op die cartoon. Ja. Ja, en die treden tastbaar te maken. Hè? Die treden tastbaar te maken. De leerlingen dat bijna te laten voelen, om op een treden te staan. Ja, mooi. Ja. Mooi voorbeeld. Ja, dat is zeker iets. Ik ben er zeker geïnteresseerd in de cartoons. En dit zijn nou precies... Ik kleur die in dan. Die interessant zijn. Hè? Waarvan ik dacht, nou, dit zijn nou lessen die je wat aan hebt in de rest van je leven. Meer dan de Duitse grammatica helemaal uitpluizen tot op het bot. Ja, zoals u weet, ik heb Zimbardo geïnterviewd. En Philip Zimbardo die heeft dan de Heroic Imagination Project. En daarin leert hij kinderen levenslessen. Zoals, wat is nou de bystander effect? Hoe komt het nou dat als iemand daar ligt te creperen, dat je doorloopt? En waarom ga je iemand wel helpen als iemand anders de eerste stap zet? En als je nou weet wat die mentale processen zijn, dan kan je de volgende keer daarnaar handelen. Ja. Dat zijn superbelangrijke lessen. Ja. Dus ik denk dat we er beter van worden. Ja, maar wat u nou zei over eigenlijk het soort houding ten opzichte van conflicten, dat is ook mijn basismotivatie geweest om überhaupt in dat gebied te duiken. Ja. Want ik ben als Oostenrijker een van de eerste 10 dienstweigeraars geweest. Dus mijn generatie, mijn jaar, 1941 geboren, was het eerste wat na de oorlog weer dienstplichtig was. En ik heb 2 oudere broers. Het was daarvoor, maar het eerste jaar dat je dienst kon weigeren om of religieuze of gewetensgronden. Ja? Ja. En ik heb het om gewetensgronden gedaan. En mijn 2 andere broers hebben dat braaf gedaan, enzovoorts. En dan heb ik mij intensief in de vredesbeweging ingezet voor non-violent actions. Ja? Dus voorbeeld van Gandhi en Martin Luther King en de Civil Rights Movement enzovoorts. En daarom wilde ik ook politieke wetenschappen en psychologie studeren. Vanwege het vredesvraagstuk. En dat heb ik dan ook gedaan. Zo, maar dat stond helemaal niet op de vragenlijst. Wat ik natuurlijk wel interessant vind, is hoe u komt
tot dat ontwikkelen van deze trap. Ja. Daarbij is dit toch wel een heel belangrijk element. Welke filosofie, welke houding zit erachter? En u geeft al aan dat u een van de eerste dienstweigeraars was. Een van de eerste 10, ja. Überhaupt in het land, ja. Van de eerste 10? En ze moesten, ja, van de eerste 10 die überhaupt dienstweigeraars waren. En dan moest de commissie het ook nog leren. Dat heb ze me ook verteld. Dus u scheen daar voor een commissie en u had een goed verhaal. Ja, een paar commissies. Je werd van de ene commissie naar de andere gestuurd. Want ze wisten ook niet wat ze ermee precies moesten. Ja. Oké. En u heeft alles... Maar dat was... En ik ben tot het besluit gekomen... omdat ik de hele tijd van het nationaalsocialisme... Oostenrijk, Duitsland enzovoorts... gereflecteerd had en werkelijk vond... zoiets mag nooit meer gebeuren. En daarom dus oorlog, geweld... enzovoorts. Geweld in het groot en in het klein ook. Want macro, meso, micro, dat zijn dan de gebieden waar ik dan ook echt mee bezig was en bezig ben. U bent bewust de psychologie en de politicologie ingegaan en van daaruit is dit werk begonnen. Ja. Hoe heeft het zich vanuit daar ontwikkeld? Nou, laat ik maar zo zeggen. Eerst dienstweigeraar, dan actief in de vredesbeweging. Daar bij de International Fellowship of Reconciliation, daar waren dus Luther King enzovoorts lid van. En 4, 5 vredesnobelprijswinners waren daar ook lid van. En ik heb een paar van de prominente mensen ook leren kennen, in Wenen of bij congressen enzovoorts. En toen ik erkend werd als dienstweigeraar, dat was niet zo makkelijk, toen had ik besloten, ik wil nu ook wat actief doen. Niet alleen maar zeggen, niet met mij, ik hou me erbuiten, maar wat kan je actief ter preventie doen, of als het al begonnen is, om geweld te stoppen en dat te converteren naar weer een constructieve oplossing van de problemen. En daarom in Wenen toen politieke wetenschappen met psychologie en een beetje filosofie daarbij. Dat kon. En dat was dan ook mijn proefschrift in politieke wetenschappen. En daar kwam het volgende daarbij. Oostenrijk, na de ervaringen van de tijd voor de Tweede Wereldoorlog en tijdens de Tweede Wereldoorlog, besloten had neutraal volgens het voorbeeld van Zwitserland te worden. Dus permanent neutraal. Dat wil zeggen, bij geen van de blokken Oost of West erbij te horen. En Zwitserland was ook tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog neutraal. En Oostenrijk heeft besloten volgens het voorbeeld van Zwitserland. In een internationaal diplomatieke nota. Hebben ze dat aangekondigd. En dat is dan verplichtend natuurlijk. Niet zo eenzijdig maar weer zeggen, nou, ik heb me weer bedacht en zo. Maar nu deed zich het volgende voor, dat Zwitserland, dat was lid van de voorganger van de Verenigde Naties, van de Volkenbond. En de zetel van de Volkenbond was Geneve. En Zwitserland heeft uit de ervaringen van de Tweede Wereldoorlog die conclusie getrokken, een neutraal land kan niet lid zijn van een internationale organisatie die ook tot sancties, militaire sancties over kan gaan. Want daarmee voer je met de anderen oorlog, dat deed zich bijvoorbeeld voor tegen Italië vanwege Ethiopië. En er waren nog een aantal gelegenheden waar Volkenbond echt militaire sancties besloten had. Maar dan verlies je je neutraliteit. Maar nu was dat absurde. Oostenrijk verklaart zich neutraal volgens Zwitsers voorbeeld. En werd 1955 lid van de Verenigde Naties. Anders dan het voorbeeld Zwitserland. En toen was die vraagstelling die ik onderzocht heb en ook beantwoord heb. Is dat mogelijk? Kun je als neutraal blijven en toch meedoen aan wat je vandaag noemt peace
keeping and peace building activities. Ja? En antwoord is ja, als je met economische en humanitaire dingen enzovoorts doet, maar niet militaire. Ook niet toestaat dat op jouw territorium beslissing wordt. Dat heb ik daarom dan onderzocht. En dat was natuurlijk nu een vraagstuk. Hoe kun je vroegtijdig door het observeren van de internationale betrekkingen vroegtijdig zeggen, pas op, daar zal een oorlog kunnen ontstaan. Dus moest je escalatiedynamieken goed studeren en analyseren en zeggen, als het zover is, dan gelden de gewone diplomatieke acties. Als het zover is, dan bijvoorbeeld economische. En als het zover is, dan zouden ook militaire acties volgens de charter van de United Nations ook toegestaan zijn. En dus moest je een of ander graadmeter hebben voor de escalatie, die nog niet werkelijk bestond en niet erkend was. Er waren wel theoriemodellen, die heb ik ook in dat dikke boek daar, dat ik net heb laten zien. Hier heb ik ook op 6-7 bladzijden beschreven. Kan ik ook een paar dingen noemen. Maar vele waren alleen maar die mensen hebben een vaag gevoel dat er een conflict is. Dan zijn ze zich ervan bewust en dan beleven ze dat diepe spanningen. Dus het beschrijft alleen maar wat er bij de observerende partijen aan de gang is, maar niet uiterlijke kenmerken van verschillende gradaties van escalatie. Bijvoorbeeld. Het andere voorbeeld is Herman Cain geweest, een Amerikaanse politoloog. Die heeft dat alleen op het internationale vlak. Die heeft 44 stappen of treden van de escalatie. 44. Ik heb maar 9. Ja? En waarvan de laatste 20 alleen maar veel destructiepotentieel bevat jouw militair potentieel. Zoveel tonnen dynamiet, zoveel tot nucleaire enzovoorts. Maar het is eigenlijk, zegt alleen maar iets over wat je in gaat zetten in het geval van een oorlog. En ja goed, ik ga nog niet gedetailleerd erop ingaan, maar ik heb toen al die bestaande theorieën natuurlijk goed onderzocht en ik heb, omdat ik mijn proefschrift in Den Haag op het Vredespaleis geschreven heb, waar alle documenten zijn die ik waren, die ik nodig had enzovoorts, had ik natuurlijk toegang tot de originele documenten van vergaderingen van Veiligheidsraad en van Volkenbondcommissie enzovoorts. En daar kon ik eigenlijk uit afleiden, aha, nu is dat aan de gang, en nu is dat aan de gang, en nu is dat. Heb ik uit de fenomenen die toen in de protocollen waren, heb ik meer en meer dus de empirie van de toename van de escalatie dan kunnen beschrijven en dat dan in dat model van de 9 stappen gebracht. En ja, maar nu, de broer van mijn vrouw, die was toen we trouwden al 4 jaar lang medewerker op het NPI in Zeist, Instituut voor Organisatieontwikkeling. Bernhard Lievergoed was dat de oprichter. En dat instituut deed advieswerk voor organisaties. Ook in conflict situaties. En toen die zag wat ik aan beroepservaring had, en qua studie en taalkennis enzovoorts, dan zei hij, je zou eigenlijk best in ons instituut passen. En om advieswerk te gaan doen. En ik zei toen, ja, maar mijn grote situaties in organisaties. En ik werd toen aangenomen met de belofte, zodra vragen aan het instituut komen om bij conflicten te helpen, wat je nu mediation zou noemen, toen heb je meer over conflicthantering of conflictmanagement gepraat.
dan zou ik dat graag willen doen. En ik was een week lang op dat instituut in Zeist. Intussen was ik naar Zeist verhuisd. En daar kwam een vraag van, ik noem nu met naam, Montessori Gymnasium Amsterdam. Reuze conflicten. En dat was in 67. En reuze conflicten. En ik heb toen met een ervaren collega dat aangenomen en gedaan. En had succes. En toen kwam schoolgemeenschap Utrecht. En toen kwam ziekenhuis in Haarlem. Geertruiden ziekenhuis. En toen kwamen. Machtenhuisbezetting, stakingen, 68. Amsterdam. En ik kreeg... Ik deed al in dit soort conflicten, deed ik mediation, conflicthantering. En zo ben ik eigenlijk van conflicthantering op het internationale vlak tot conflicthantering, niet macro, sociaal, maar meso, middengrote sociale systemen. En ook micro, dat we zeggen ook in groepen en ook tussen individuen enzovoorts. En zo ben ik toen uitgedaagd geweest, vanaf 67, om dat wat ik ontwikkeld had over de dynamiek van de escalatie voor het internationale veld, om dat, als het geschikt zou zijn, te vertalen naar meso-sociale situaties en daarvoor ook eigen interventiemethodieken te ontwikkelen. Want dat bestond heel, heel weinig in die tijd. En dus hoe je met conflicten in organisaties om moet gaan, er bestonden toen 10, 12 boeken. Ik had ze allemaal bij mij thuis op een rij staan. Meer was er niet. Nu vul ik een bibliotheek ermee en moet af en toe eens uitmesten en weggooien. Ja. Omdat ik zeg, dat vraagt geen mens meer om. Dat is helemaal achterhaald en zo. Maar goed, zo ben ik dus vanuit dat macro-sociale naar het meso-sociale en ook micro-sociale dan komen. En daarvoor heb ik in dat boek dat u van mij gekregen hebt, maar ook in dat hier, in dat handboek Conflict Management, dat is helemaal op het meso-sociale toegespitst. Maar het onderzoek en de toepassing ging ook door op het macro. Ja. Want ik was daarnaast, naast het werk in organisaties of tussen organisaties, ook dat was een werkterrein voor mij, was ik ook bezig uit ideële en wetenschappelijke belangstelling bij vredesprocessen, bijvoorbeeld Noord-Ierland. Ik heb vanuit Nederland toen veel in Noord-Ierland gedaan. Dat Goede Vrijdag-contract is mede door mij en een collega voorbereid. Oké. Maar niet door ons in de finale rijpheid gebracht. Heb ik toen anderen voortgezet. En ja, en zo heb ik dus dan ook in verschillende internationale conflicten in Afrika, in Azië enzovoorts. Ja. Tot nu ook. Nu werk ik ook voor de OSCE. Oekraïne, Rusland, Balkan enzovoorts. Ja. Maar goed, nou heb ik het uitvoerige verteld over hoe ik daarin ben gekomen. Ja, de ontstaansgeschiedenis, nou ja, dat is echt chill. En ja. 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 Nou, bent u ja. Op en ik ben internationale vlak begonnen. En hadden we toen al die 9 treden op internationaal vlak? Of bestond dat uit meer of minder treden? Die ontstonden, nee, dat was nog niet in de 9 treden, maar wel de dynamiek beschreven in kwalitatieve stappen, niet 9. Die 9 zijn toen ontstaan, toen ik bij het instituut in Zeist, bij het instituut voor organisatieontwikkeling bezig was, op grond van een paar 100 concrete ervaringen van mij en van mijn cursisten. Ik werkte toen als kerndocent voor de stichting Inca Interacademiale Opleiding Organisatiekunde, CIO. En daar had ik per jaar 40 mensen die ik begeleidde als docent en ook supervisie. En die moesten allemaal bij mij conflictprojecten doen.
En ik ben op ongeveer 300 praktijkgevallen gekomen. En aan de hand daarvan is dat model van de 9 treden ontstaan. Dat is pas in Nederland in die vorm gebracht. Ja, oké. Ja, ik ben een beetje aan het eind van mijn interview. Ten eerste hebben we gepraat over dat model. Ja, de aanleiding naar dat model. De geschiedenis. Ja, ja. Hoe u begon met de politicologie en de psychologie. Ja. Fantastische combinatie trouwens. Ja. Daarna het model zelf. Ja. We hebben het over die interventies gehad. Die je kan doen vanuit die eerste 3 treden. Ja, en ook. Ja. Nu over wat er speelt... in het Nederlandse landschap. Ik ben bij mijn laatste vragen aanbeland. Namelijk 1, wat houdt u vandaag de dag bezig? Wat zijn uw werkzaamheden vandaag de dag? Want u gaat vrolijk door met werken. Hoe ziet uw toekomst eruit? Wat zijn uw plannen qua onderzoek en projecten? En ik vraag ook altijd aan mijn mensen die ik heb geïnterviewd. Wie inspireert u en wie is de volgende die u zou aanbevelen om te interviewen? Dat zijn mijn laatste vragen eigenlijk. Dr. Glaser vandaag, hoe ziet de toekomst eruit? En wat is uw inspiratie in het leven? En wie zou u aanbevelen om te interviewen? Ja, oké. Okay. Ja, goed. Dus wat mij bezig had, ik wil de komende 20 jaar... 20? En dan ben ik 100. De komende 20 jaar, dan ben ik 100. En mei werd ik 80. Ja. Wil ik nog... de eerste dingen publiceren die ik nog ergens aan ervaring opgeslagen heb. Ja? Dat is één ding. Dat verschijnt ook in de herfst een nieuw boek van mij. Ja, zeg ik nog niet. Met dan artikelen enzovoorts in verschillende talen, want bijvoorbeeld dat boek dat u in het Nederlands hebt, is al in 14 talen. Oh. In 14 talen bestaat het al. Dus Brazilië, Portugees, of Russisch, of Deens, of Estnisch, of Pools, of Tsjechisch, of Mandarijn, enzovoorts. Dus heel verschillend. Armeens. Oké. Dus ik wil nog wat publiceren, maar ik wil ook films maken. Ik heb een aantal films gemaakt, niet daar waar ik in die zin geïnterviewd ben, zo YouTube of zo, maar echt leerfilm gedraaid, gemaakt. Ja? Waar ik interventies demonstreer. Ja. Aan gesimuleerde conflicten met toneelspelers en zo. En wat mij bijzonder bezighoudt, is meer en meer de kunstzinnige aspecten in het conflictwerk meer en meer te integreren. Ik heb daar heel veel ontwikkeld. Bijvoorbeeld interactieve kleuroefeningen of het transformeren van een echt conflict in een narratief, in een sprookje, in een fabel en dit en dat. Ik heb zelf ook gedichten en hoorspelen geschreven enzovoorts. Dus het ligt ook een beetje in mijn natuur. En ook met toneel. En dus het gebruiken van kunst daar waar de normale rationele taal tekort schiet. Mooi. En ik gebruik dat met name waar ik bij interculturele conflicten merk. Het is makkelijker om bepaalde dingen op een kunstzinnige manier uit te drukken dan in een jouw vreemde taal naar woorden te zoeken. Ja? Ja. Dus dat is iets wat mij zeer bezig had. En wanneer de gelegenheid zich voordoet, dan zeg ik nooit nee bij internationale conflicten, zoals voor de OSCE daar met Transnistrië of Balkan is nog steeds geen vrede, natuurlijk. Nee. Want daar leven ze nog steeds als vijanden naast elkaar of tegen elkaar. Myanmar, heeft u al een uitnodiging uit Myanmar gehad? Heb ik niet gehad, nee. Hard nodig, denk ik ook. Nee, ja, er zijn meer plaatsen. Ja. Ja. En ik ondersteun iets wat eigenlijk op uw terrein ligt.
ik ondersteun peer mediation. Ik doe het zelf niet, dus onder leerlingen, ja? Dus peer mediation. Oh, peer mediation, ja, ja, oké, okay. Ja. En ik weet niet hoe ver men daar in Nederland is. Nou, we hebben in Nederland een project dat heet De Geweldloze School. En daarbij worden kinderen eigenaar van een probleem. Die worden er ook in getraind. Ja. En die treden als mediator op in een probleem. Dus dat schijnt aardig te werken. Er zijn wat meerdere methodes. En er wordt natuurlijk ook door universiteiten onderzocht in hoeverre dat bijdraagt. Dus de effecten zijn wisselend, maar er wordt wel aandacht aan gezet. Daarvan had ik gehoord. Dat heb ik van Raya Kerken zo gehoord. Want die is er ook op een of andere manier bij betrokken. Nee, maar echt peer mediation, dat middenbouw- en bovenbouwleerlingen geschoold worden zelf mediators te zijn. Mediators. Ja, ja. Dat één is om überhaupt dialoogvaardig te worden. Ja, ja, ik snap het. Ik kan het me niet zo voorstellen meteen. Nee. Ja? Nee, ik weet daar is niet veel. Ik ken het niet. Nee. Net zoals bijvoorbeeld Oostenrijk was het land waarin de eerste en meeste ervaringen met strafrechtsmediation opgedaan zijn. En ik heb een bakje gewerkt voor het ministerie van Justitie. Den Haag en zo, ook met mensen die daar geïnteresseerd waren. En ik heb altijd bemiddeld dat ze contact met die mensen kregen die dat sinds jaren doen in Oostenrijk, maar ook in Baden-Württemberg enzovoorts, dat ze dat evalueren, want dat is wetenschappelijk geëvalueerd. Ja. Dat het vele malen beter is dan alleen maar in een gevangenis stoppen, de dader enzovoorts. Ne? Maar ontmoetingen tussen slachtoffer en dader enzovoorts, onder heel bepaalde omstandigheden en met bepaalde methodieken, is ook in Zwitserland onderontwikkeld. Dat durft men niet aan. Ja? En ik weet in Nederland ook, strafrechtsmediation is iets waar men nog voor huivert. Ja. Nou, u heeft het over peer mediation. Ik kan me voorstellen dat op een grote scholengemeenschap met 2000 leerlingen, dat het zeer waard is om een select gezelschap van 5 leerlingen te scholen. Alleen al voor die leerlingen, voor hun verdere carrière, maar ook voor de school. Ja, om leerlingen te scholen in mediation. Ja. Ik denk dat het een fantastisch initiatief zou zijn. Ja, ja. Ja. Nee, dat... Dus dat is de toekomst. Hè? We hadden het over het heden, maar ook de toekomst. Dus u bent voor de komende 20 jaar, heeft u dat pad uitgestippeld en zegt in die 20 jaar dat nog... En na mijn 100ste zal ik dan met pensioen gaan, waarschijnlijk. Gaat u dan ook weer gitaar spelen? Dat zou ik misschien... Nee, ik heb het mijn vrouw beloofd. Dat ik... Want alle mijn kinderen zijn muzikaal. Ja? Maar allang uit huis natuurlijk. Ja? Ja. En die kleinkinderen al. Ja. Mijn vrouw is een goede violiste. En we hebben altijd thuis muziek. Dus 2 violen en cello. Onze zoon in Hamburg leeft, was ook een uitstekende gitarist. Ja. En ik ook met de gitaar. En hij is dan overgestapt op piano. Jazz. En allemaal in het... Oh, jazz, oké. Okay. Dus ik wilde net zeggen, allemaal in het klassieke... Jazz, ja. Jazz, ah, leuk. En nu speelt hij in een blues, dus band met blues. Mondharmonica, ja. Maar nu met corona kan het niet, vanwege de aerosol. Ja, dat is geen handig instrument, een blaasinstrument. Nee. Hey, mijn laatste vraag gaat over uw inspiratie. Hè? En dan bedoel ik eigenlijk vooral mensen. Wat zijn dan mensen in de wereld die u inspireren? En ja, als u de kans had om iemand te interviewen, wie zou dat dan zijn? Ik zou willen spreken met Poetin. Wat gaat er in hem om? Ik hoop dat hij eerlijk antwoord gaat geven. Ik pak het meteen aan, de top, ja. Ja, ja, ja. Dus dat is puur omdat ik denk, er zit nog iets anders in die man. Iets anders dan alleen maar de war hero, warlord of zoiets. Ja, dat
dat wat nu gezien wordt. En ik heb destijds ook gewerkt met mensen rondom Mandela. Dus Mandela. Ik zou weer met mensen in dat wat nu helaas helemaal de foute kant op is gegaan in Zuid-Afrika. In de tijd na Nelson Mandela. Ik zou daar weer met wat mensen... Ik heb vele jaren vanuit Nederland daar gewerkt. En had grote hoop gevestigd op dat wat die geleerd zouden hebben uit de tijden van de apartheidsdiscriminatie en zo. En dan met politici die nu eigenlijk, ik zou maar zeggen, de erfenis van datgene wat eigenlijk Mandela, die ook als terrorist begonnen is, die heeft wapens gebouwd, hè? Heeft ook bommen gesmeten enzovoorts. Daarvoor is hij in de gevangenis. Hè? En op Robben Island is hij dan tot iets anders gekomen. Ja. Hè? Tot een geweldvrije politieke transformatie in het proces. Ja. En ja, en dus ik ben zeer aan het politieke gebeuren geïnteresseerd. En wat, maar zullen we zeggen, met die ik nu nog noem, die ook in mijn vakwereld thuis zijn, dat is niet zo moeilijk. Daar kan ik zo in contact komen als met Paul Lederach bijvoorbeeld, ne? Amerikaan, een bekende conflictman en zo. Die ook in Colombia geïnvolveerd was. Helaas is dat contract niet werkelijk sustainable. Ja, onderhouden. Niet langdurig. Ja, ja. Ja, ja. Hoe zeg je sustainable in het Nederlands? Ja, onderhouden, langdurig. Nee, het had niet lang niet duurzaam, echt sustainable in. Betekent duurzaam eigenlijk. Duurzaam is het woord, dat zocht ik, ja. Ik wist het een keer, maar ik ben het was kwijt. Ja. Duurzaam, ja. 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 Nou ja, Poetin zal ik niet zo snel interviewen, denk ik. En Mandela zal ook niet gaan. Maar inderdaad, in uw wereld, aan verwante disciplines, ja, ja. Psychologie, wie zijn daar grote namen waar u vandaag de dag... tegenop kijkt. U heeft gezien dat ik met Noam Chomsky heb gesproken. Ja, ja, ja. Heeft u die nog heb ik al. Ja, Chomsky heeft een grote rol gespeeld in de 68-beweging. Ja. Destijds. Dus die bezette van de universiteit enzovoorts. Anti-Vietnam movement. Ja, in dat. Maar ook... dat onderscheid tussen conflict- en harmoniestrategieën voor veranderingen van de maatschappij. Dat is heel sterk van hem afkomstig geweest. Hè? En dat heeft de studenten, dus ik heb toen Maartenhuis en zo, heb ik daar als mediator gewerkt en zo. Dat zegt u misschien niks, Maartenhuis. Ik ken de bezetting van het Maartenhuis, er zijn nog prachtige beelden van. Hè? Ja. En... maar goed, het was overal toen in Nederland. Hè? De kabouterbeweging en zo. Ja, provo's en de kabouterbeweging en zo. En dat was een echte inspiratiebron voor de meeste studenten. Zo. Nee, ja. We willen het niet kapot maken, maar we volgen de conflictstrategie in plaats van de harmoniestrategie. Alleen is het toen uit de hand gelopen. Hè? Zeker. Ja. Ja. Ook door Piet Rekman, die toen ook daar... U zat er in die richting. Ja. Ja. Ik wil mijn gesprek beëindigen met u heel hartelijk te bedanken voor uw tijd. De 2 uur zijn echt voorbij gevlogen. Ja, 2 uur waren dat niet. Echt, ja. De 2 uur hebben we gesproken. En zoals u zei, als wij inderdaad die lijst vragen zouden moeten afgaan, dat is inderdaad 5 uur. Want ik denk dat we van de lijst vragen de 5 hebben behandeld. En de rest niet. Ja. Maar we zijn heel diep ingegaan op die conflicttrap. En dat vind ik heel waardevol voor de mensen die mij lezen. Sowieso, voor het onderwijs vind ik dat een waardevol iets. Dus daar ga ik wat mee doen. Ja, ik vond het geweldig om u te mogen spreken over
uw boek. En ik denk dat u fantastisch werk doet, waarvan ik hoop dat ik een stukje kan delen met mijn achterban, met het onderwijs. Goed, dank u wel voor uw tijd en een fijne dag verder nog. Goed, dan. Ja. En veel succes met multiplicatorwerk. Ja? Ja, ga ik doen. Dank u wel. Oké, fijne dag. Het beste verder.